Goud. Dat is het enige dat echt telt voor topsporters. Het ultieme doel. Toch? Ik ben Minke Boy en je luistert naar aflevering 9 van Goudspraak, de Oranje-editie. Zo midden in het EK voetbal schuift ex-profvoetballer Siem de Jong bij me aan. Is het niet halen van de Oranje-selectie van invloed geweest op zijn carrière? Hoe kijkt hij naar het succes van zijn broer Luc? En hoe ziet zijn toekomst buiten de lijnen eruit? Siem, welkom... In deze podcast Goudspraak zijn we tot nu toe vooral in gesprek geweest met Olympiërs op weg naar Parijs. Maar we vonden het ook wel leuk omdat we natuurlijk midden nu in het EK voetbal zitten. Om ook met een ex-prof, een oud international. En iemand die ook volop in het EK zit. om te praten over nou ja, alles wat jij nu doet en in het verleden hebt meegemaakt. Maar we beginnen deze podcast altijd met de vraag: wat is jouw ultieme gouden sportervaring? Ja, mijn uh, ultieme uh, sportervaring, het gouden moment, was voor mij um, de wedstrijd tegen tegen Twente. In uh, 15 mei 2011 wonnen wij met Ajax tegen Twente de laatste wedstrijd van het kampioenschap. Um, ja, dat was een heel bijzonder moment voor mijzelf. Ik uh, had het geluk om twee keer te mogen scoren in die wedstrijd. Het was tegen Luc. Uh, die Je toen bij Twente speelde. Ja, mijn broer. En um, ja, het maakte uh, uiteindelijk werden we met Ajax kampioen na zoveel jaar. Het zorgde voor de derde stijl op het shirt. Um, ja, dat was gewoon één heel specifiek Moment um, en wedstrijd wat echt een soort finale was en waar heel veel lading druk op zat. En wat voor mij dus echt wel um, ja, echt een gouden moment was. En waarom zat dus er zoveel lading en zoveel druk op op dat moment? Nou, Ajax was uh, zeven jaar geen kampioen geworden. Um, we speelden het hele seizoen. Uh, nou, er was best wel veel gebeurd dat seizoen. Het, uh, de kruiverevolutie. Frank de Boer nam het uiteindelijk over. Um, en uiteindelijk kwamen we weer. Dichter bij Twente, die het jaar daarvoor kampioen waren geworden. En speelden we de allerlaatste wedstrijd van het seizoen... thuis tegen Twente om het kampioenschap. Nou ja, alleen dat al maak je niet zo vaak mee. Dus het is echt een finale wedstrijd om het kampioenschap. Nadat je een heel seizoen lang hebt, uh, hebt moeten strijden. En ja, de, de druk die erop lag van het wel kampioen worden na zoveel jaar... Ja, de ontlading daarna was ook wel heel bijzonder. En uh, ja, dat is ook wel echt een moment waar ik door heel veel mensen nog vaak aan herinnerd word. Dus dat was voor mij heel bijzonder, maar ook voor heel veel fans en, en mensen in een onderwijs. En dan hangt ook het shirt hè, wat jullie gekregen hebben na afloop. Dat heb je ja. bij je op YouTube te zien. Heel mooi shirt met 30, ja, ook drie sterren, maar ook 30 achterop. Ja, na de wedstrijd uh, krijg je dan vaak een, een shirt. En deze hadden dus speciaal bedrukt met de, de sterren erachterop. En ook voorop uh, drie sterren al En um, en inderdaad met het dertigste kampioenschap. Dus ja, dat, dit is wel een, een bijzondere herinnering voor mij. En dat shirt heb ik ook nog. En weet je nog die goals? Weet je nog die, helemaal precies hoe dat allemaal ging? Nou ja, ik heb het ook elk jaar wel weer teruggezien. Dus elk jaar 15 mei wordt het weer een uh, ja, soort van uh, herhaald. En, en word ik er weer aan herinnerd. Dus, uh, dus ja, die, die goals en, en die beelden heb ik nog wel heel duidelijk, uh, duidelijk voor me. Um, en ja, zeker die, die tweede goal van mij, die 3-1, ja, dat was echt het moment van een soort ja, opluchting, blijdschap. Alles kwam eruit. Want we ja, hadden het gevoel dat we, ja, dat we toen wel binnen hadden. En um, ja, dat, uh, dat was wel, uh, wel bijzonder. Want je, je speelde dat seizoen dus volgens mij ook een bekerfinale tegen Twente, waar je broer natuurlijk speelde. Ja, we speelden, en die verloren jullie? Ja, ja de week daarvoor echt ook. Dus uh, toen verloren we de bekerfinale. Stonden we volgens mij ook zelfs. Uh, um, 2-0 voor en toen werd het ook nog uiteindelijk 2-2 verloren, daarna even verleen En um, ja, dus we gingen op zich wel met een goed gevoel, want we hadden echt wel een goed gevoel over die wedstrijd. Alleen ja, het was natuurlijk wel spannend dat we daarna, uh, kregen we trouwens in die wedstrijd ook de 2-1 tegen, dus dan, toen voelde het ook wel even van... Uh, een soort deja vu van, oh nee, ja, niet weer. Nou ja, en, en gelukkig, dus die 3-1 was echt een, een opluchting. En um, ja, dat uh, als ik die beelden zie, krijg ik nog steeds wel kippenvel ja, van, uh, van dat moment. Ja, een bevrijdend gevoel van ja. nu gaat het lukken. Hebben jullie in die week nog iets gedaan toen of zo om, om die wedstrijd anders aan te vliegen? Of? Nee, we, we hadden echt wel toen het gevoel van: um, ja als we, als we dit volhouden, wat we een deel van die wedstrijd ervoor hebben laten zien, dan, dan moet het lukken. En ja, ik moet ook zeggen, alles doorheen. Uh, publiek, de sfeer in het stadion. Het, ja, het, het was ook echt wel heel bijzonder, want het stadion zat al vol bij de warming-up. De sfeer, ja, dat zijn van die dingen waar je ook nog door mensen wel aan herinnerd wordt dat het zo'n speciale dag was. En, ja, ik, eh, ik heb het zelf nooit meer meegemaakt eh, op, op die manier, dus dat was wel echt eh, heel bijzonder. Hey, even terug naar hoe het voor jou begonnen is, want je komt echt uit een sportieve familie volgens mij. Je broer, Luc de Jong, dat weten we, is ook natuurlijk een grote voetballer, maar je ouders zijn ook heel sportief. Ja, nee, zeker. Mijn ouders hebben altijd gevolleybald. Uh, ja, mijn moeder heeft wel 180 uh, lans voor het nationaal team. En uh, dat dus echt wel uh, lang geleden. Maar uh, mijn vader ook, uh, ook wel best wel, uh, best wel wat. Dus ze hebben, hebben allebei echt op uh, ja, hoog niveau uh, professioneel volleybal gespeeld. was in die tijd uh, nog niet zo professioneel misschien als nu. Maar um, ja, zeker uh, uh, een hele grote duidelijke achtergrond. Dus dat heeft, uh, heeft ons wel geholpen. Maar we zijn zelf niet gaan volleybalen. Nee, waarom niet? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Dus eigenlijk als ik uh, gewoon terugdenk is het altijd een beetje voetbal geweest. We woonden toen nog in Zwitserland. Ook vanwege het volleybal van mijn ouders en het werk. Um, en ja, ik ben wel opgegroeid met volleybal. Dus elke zomer uh, beachvolleybal. Uh, um, het gouden moment uh, van de heren. Uh, in Atlanta? In Atlanta, ja. Dat, dat soort dingen heb ik natuurlijk allemaal wel extra meegekregen. Ook van huis uit. Maar uh, ja, wij waren altijd eigenlijk bezig met de bal aan de voet. Je broer ook, jij ook. Maar jullie kwamen terug naar Nederland. Hoe oud was je toen? Zes jaar. En toen, en toen ben je gewoon hier bij Z een amateurclubje gaan voetballen? Ja, ja zijn we gelijk waren. Als, 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 ik was al begonnen in Zwitserland toen ik vijf was bij een amateurclubje een beetje. En toen in Nederland ook gelijk voetballen. En ja, we hebben wel andere sporten gedaan. Wat ik zei, we hebben ook volleybal, we hebben tennis, we hebben veel gedaan. Maar het was eigenlijk altijd wel voetbal wat soort van de basis was. En weet je nog wanneer je begon te dromen van prof worden? Of was dat meteen of kwam dat later? Ja, nou, wat ik mij nog van kan herinneren als echt kind heb ik, heb ik altijd wel een soort van profvoetballer als, als droom opgeschreven. Of als je moest zeggen wat je later wilde worden. Ja, dan was het eigenlijk wel profvoetballen. dus. Nou, ja, doen heel veel jongetjes dat? Maar ja, heel veel dat lukt het niet. Nee, dat is zo. En, en, en ik moet ook zeggen, inderdaad, toen ik 10-11 was, of werd ik op een gegeven moment gescout door de graafschap toen. En ja, ik had eigenlijk nog niet echt door dat het überhaupt kon. Dat, dat, ja, ik was daar niet per se mee bezig. Ik was wel van, nou, volgens mij wil ik profvoetballer worden. Maar ik wist niet dat ik dan gescout kon worden op die leeftijd. Zo, dus toen dat eigenlijk ter sprake kwam, was ik een beetje verrast. Oh, je, oh dat, dat kan dus ook. En toen ging ik eigenlijk bij de graafstaps spelen. En ja, dan wordt het wel wat serieus. En jullie ouders, want stimuleerden die dat heel erg? Of remden die het af? We hebben er in best wel wat gesprekken al met verschillende sporters gevoerd. En de rol van de ouders is best wel heel belangrijk. Hoe was die bij jullie? Nou, maar... Mijn ouders waren... We hebben nooit het gevoel gehad dat we uh, gepusht werden daarin. Uh, ja, wat vanuit huis uit. Het belangrijkste was dat we daarna school ook uh, moesten afmaken. Dus dat was altijd uh, de voorwaarde. En uh, ze hebben ons wel natuurlijk heel veel geholpen. Want um, ze gingen overal mee naartoe. Um, ze hebben ons ja, de voorwaarden gegeven. Uh, ook wel een ja, deel voor ons misschien onbewust. Maar als je dan terugdenkt met het uh, helpen met mensen eromheen. Het netwerk wat ze zelf in de sport hadden. Uh, uiteindelijk ook het brengen naar wedstrijden. De laatste twee jaar in mijn jeugd ging ik naar Ajax toen ik 16 was. Nou, toen werd ik af en toe ook nog door mijn ouders gebracht. Ging meestal eigenlijk met de trein. Maar één dag in de week ook nog wel door mijn ouders gebracht. Dus ja, ze hebben ons uh, altijd uh, heel veel geholpen en gesteund. Dus ja, dat, dat voordeel hebben wij uh, sowieso gehad, ja. Ja, want wat was dat tussen jou en je broer? Was daar veel concurrentie? Of was daar juist, weet je, trokken jullie aan ja elkaar op? Of hoe werkte dat? Nou, ik denk juist dat we ook echt aan, uh, ons aan elkaar optrokken... En ja, ik was altijd anderhalf jaar verder. Dus um, ja, Luc moest een deel tegen mij opboksen. Maar ja, wij gingen echt met z'n tweeën ook altijd... Uh, ja, op dagen dat we vrij waren gingen we met z'n tweeën voetballen op het veldje. Um, naast het stadion van de Graafse was het toen nog een veld. En achter was een amateurveldje. Ja, als we met vrienden waren gingen we met vrienden. Maar anders gingen we gewoon met z'n tweeën. In huis gingen we ook uh, schoven we alles aan de kant. Maakten we een goal van de tafel. Gingen we ook uh, om de beurt schieten en keeper Dus ja, we hebben echt met, met elkaar... Ja, daar hebben we ook heel veel aan gehad, dat we gewoon constant elkaar ja, eigenlijk konden helpen om, om te gaan voetballen. En dat uh, was ook wel echt leuk. Dus ik heb het nooit ervaren als, als iets van druk of dat het moest. Het was gewoon echt plezier hebben en altijd maar willen voetballen. En nu, want jullie hebben natuurlijk allebei prachtige carrières. Luc speelt nog, hij heeft een mooi seizoen achter de rug. Is daar ooit sprake geweest van jaloezie of afgunst? Of is het vooral heel erg blij voor elkaar? Ja, nee, zeker. Het is heel erg blij voor elkaar. Dat is het altijd wel geweest. En het is niet uh, per se jaloezie geweest of, of, of afgunst. En we hebben samen ook heel veel uh, uh, dingen meegemaakt. We hebben ook heel veel contact altijd met elkaar. Ook zelfs in die, die week, bijvoorbeeld dat we die beekfinale... En, en die kampioenswedstrijd, ja, ook in die week hebben we gewoon no normaal contact. Volgens mij zijn we rond die dagen nog een keer met, met z'n allen uit eten geweest. Omdat dat oh, dan, echt? Ja, dus het, het had totaal geen invloed op de... Onderlinge relatie eigenlijk en nog steeds niet. Het enige wat ik natuurlijk wel eens heb gehad is het, ja, hoe dicht bij elkaar je in het begin van je carrière altijd hebt gezeten. Tot op een gegeven moment het moment dat ik nou, meer geblesseerd raakte. en eigenlijk wat stappen terug deed. en hij um, in één keer een aantal stappen nog omhoog deed. Dus ik zei laatst een keer voor de gein van nou ja, het contrast dat Luc op een gegeven moment in Barcelona zat en ik bij uh, de graafschap, bij wijze van. Ja, dat is wel iets wat voor mij dan een beetje betekende van ja, aan het einde van mijn carrière heb ik helaas niet de stappen kunnen maken die je natuurlijk in, in je carrière had willen maken. En ook omdat je dan heel specifiek natuurlijk weet wat zijn uh, kwaliteiten zijn, hoe goed hij is. Je kan, je kan natuurlijk best wel goed aan elkaar meten omdat je elkaar door en door kent. Dus dan is het wel eens van ja, dat het contrast dan qua clubs Barcelona de graafschap is, terwijl je weet hoe het contrast is qua hoe we zijn als voetballers en als personen. Dat maakt het soms wel eens gek. Maar dat was niet vanuit jaloezie. Dat was meer vanuit van, ja, daar. Niet dat ik daar had kunnen staan. Maar ik had wel dichterbij, uh, hopelijk, kunnen staan op het einde van mijn carrière. Nog dan dat het uiteindelijk was. En doelt hij jou daar wel eens mee? Of maakt hij daar wel eens geintjes over? Of uh, hoe is dat tussen jullie? Nou ja, niet. Uh, uh, hij, hij zal eerder zeggen van, ja, dat het, dat het jammer is dat, het, dat ik die blessures heb gehad. En, uh, en ja, dat. dat Natuurlijk dollen we elkaar met dingen, maar dat zal niet specifiek op dit, op dit zijn, denk ik. En euh, nou ja, hij vindt dat ook wel jammer. En we hebben op een gegeven moment nog samen gespeeld. En we hebben bij Nederland, PSV, hè? Bij PSV en we hebben Nederland zelf al ooit wat periodes samen gezeten. Dus ja, voor mij is het meer dat het jammer is dat dat niet meer is gebeurd... dan dat, ik, dan dat we daar nou uh, heel erg over hebben. Hey, je zei net al, op je 16e werd je gescout door Ajax. Dat is best jong. En dan moet je ineens van de, van de ene kant naar het land, van het land naar de andere kant... Je zei ik ging met de trein of mijn ouders brachten me. Maar hoe was die overgang? Lijkt me best heftig. Ja, nou, ik, ik ging toen inderdaad in de zomer uh, naar Ajax. En eigenlijk het moment dat ik daar uh, kwam te spelen... was het al gelijk van, nou, dit voelt goed. Uh, ook in een nieuwe omgeving, op de club, met de nieuwe uh, spelers, uh, trainers. Ja, ik voelde me eigenlijk best wel snel thuis. Gewoon in het voetbal uh, daar. Alleen uh, na de zomer moest ik in een gastgezin... en ging ik daar uh, naar school, naar een nieuwe school... En ik ging, uh, in de vierde was dat volgens mij. En het sloot niet echt aan. Dus ik had best wel moeite om om het voetbal heen me thuis te voelen. En toen werd ik ook nog ziek met de ziekte van vijven. toen heb ik uiteindelijk gezegd tegen Ajax. Nou, ik wil heel graag hier blijven voetballen. Maar ik wil thuis wonen. En dat heb ik allemaal een beetje uitgezocht. En mijn ouders hebben daar ook bij geholpen. En Ajax ook. Nou, in toch een weer naar school en wonen. En dan iets eerder weg, zolang school goed gaat. En uh, bij Ajax trainen. En dat ja, heb ik uiteindelijk twee jaar kunnen doen. En dus twee jaar met de terrein meestal op en neer en uh, trainen en weer terug. Dus ja, als je nu zo terugdenkt, ja, dan, dan voelde het toen gewoon als heel normaal. Ja, ik was uh, s ochtends ging ik gelijk naar school en dan uh, kwam ik s'avonds om uh, negen uur thuis van, uh, met de trein of zo. En ja, dan nu denk je wel, oh, dat zijn wel lange dagen, maar ja, toen voelde dat eigenlijk gewoon uh, ja als normaal. Je wilde normaal. dat gewoon heel ja, graag. Ja, ik wilde dat heel graag en ik vond het ook echt, voelde ook prima en ik had er ook nooit last van. Ik Kon me ontspannen in de trein en ik had het voordeel dat school me redelijk goed afging. Zonder dat ik er heel veel energie en aandacht in hoefde te stoppen. Dus toen heb ik mijn school ook gewoon kunnen afmaken, die twee jaar. En um, ja, uiteindelijk na twee jaar ook bij Ajax. Uh, ja, volgens mij tweeënhalf jaar later kwam ik in het eerste. Want was Ajax altijd jouw grote droom als klein jongetje? Ja. Was je fan van Ajax of had je idolen? Ja, ik, had wel, ik was wel een beetje opgegroeid. Nou, wat was het? Uh, 95, uh, nou, 96 was het. Champions League uh, ja. winnaar. Ja. Dus. Um, dus ja, in die periode heb ik altijd wel Ajax uh, soort van als, als de club gezien... waar, ja, waar ik een soort fan van was. En um, Dennis Bergkamp, Jari Liepmanen waren echt wel een soort van idolen op mijn positie... waar ik naar keek uh, toen ik net iets ouder was, zeg maar. Um, en toen Ajax uiteindelijk aanklopte... was dat voor mij wel echt een droom die uitkwam. En toen maakte je je debuut. Toen was je echt nog wel jong voor Ajax 1. Ja, ik was uh, net... of het was, Ik was 18 en um, ja, toen had ik uh, het geluk dat ik mee mocht. En uiteindelijk uh, ja, heb ik dat eerste seizoen ook nog best veel wedstrijden gespeeld. Dus voor mij echt wel een, uh, een mooie start. En inderdaad op jonge leeftijd al best wel veel uh, wedstrijden en ervaring op kunnen doen. En je hebt heel veel mooie wedstrijden gespeeld voor Ajax. Je hebt natuurlijk al de mooiste omschreven tegen Twente. Um, uiteindelijk ben je wel naar het buitenland gegaan. Wat was daar toen de reden van? Ja, ik um, had eigenlijk nooit heel erg die, die drang. En ik heb ook... Uh, al die jaren met heel veel plezier en nooit echt gedacht van... oké, okay, ik moet weg tot op het einde een beetje uh, van, mijn, van mijn laatste contact bij Ajax. Toen raakte ik ook gebaseerd, kreeg ik een klablong. En ja, toen zat ik ook wel van... oké, okay, als ik nog een keer in het buitenland een stap wil zetten... dan, dan ja, is dat misschien nu het moment. En uh, ik wilde graag in Engeland in de Premier League spelen. Dus toen die kans echt kwam en het moment voor mij goed voelde... dacht ik van, nou, ga nu die stap maken. En uh, ja, dat... Uh, heeft helaas niet zo uitgepakt als ik had gehoopt. Maar ik ben wel blij dat ik daar uiteindelijk uh, die keuze heb gemaakt. Want wat heb je ervan geleerd? Of wat heb je ervan meegenomen van die stap? Ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ook omdat ik eigenlijk het eerste hele seizoen geblesseerd was. Uh, en het tweede seizoen niet zoveel gespeeld heb. Ja, uit, uiteindelijk is het het niet geworden. Maar uh, de ervaring van hoe in Engeland het voetbal beleefd wordt. Überhaupt de Premier League, daar de stadions. Um, het voetbal, ja, dat, dat was wel een, een hele mooie ervaring. En um, ja, kijk terug... Terugkijkend uh, is, het, is het altijd makkelijk om bepaalde dingen te zeggen. dat had ik misschien anders moeten doen. Maar ik was, denk ik, altijd wel gegaan. Maar had ik misschien eerder gezegd. Oké, okay, ik ging na bijvoorbeeld twee, drie jaar. Ging ik weer weg. Had ik gezegd, nou dan had ik langer moeten blijven zitten. Want het kan ook snel. Het kan ook omdraaien. Het kan van alles gebeuren. En dat is dan iets. Als je er eenmaal bent. Had ik zoiets. Misschien moet ik dan niet snel weggaan. Maar op het moment dat je daar zit, wil je gewoon spelen. En als je dan de kans krijgt om nou, uiteindelijk weer terug te gaan naar Ajax. En waar je altijd een goed gevoel bij hebt gehad. Dan denk je van. nou. Dat is een mooie stap, en dan zien we daarna wel weer verder. Dus ja, ik heb er nergens uh, spijt van, en het is gaan hoe het is gaan. Maar um, ik zie het nog steeds als een hele mooie ervaring en een, um, ja, toch ook wel een soort van droom die uitkwam om in Engeland te mogen spelen. En heb je ook nog in, uh, in de selecties van het Nederlands Elftal gespeeld? Ook voor EK's, WK's? Ik kan me voorstellen dat dat voor, uh, in het voetbal best ingewikkeld is, want jullie zijn niet veel bij elkaar. En dan moet je in een hele korte tijd toch elke keer die wedstrijden samenspelen. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik heb um, uh, een aantal keren periodes uh, in 2012 zat ik er eigenlijk bij een voorbereiding naar het EK toen, uh, samen met Luc, dus dat was ook wel bijzonder. EK 2012 uh, was dat ja, denk ik. Hè? Ja. Ja. Dus toen uh, ging Luc uiteindelijk wel. En ik viel net af in de laatste uh, laatste drie volgens mij afvallers. Dus de, die had ik net niet gehaald. Um, maar toch, die, dan ben je best wel een tijdje voort. EK met elkaar om ook te zorgen inderdaad dat alles uh, erin wordt. Geschrept dus het hele jaar kom je moment in die kwalificatiewedstrijden kom je bij elkaar. Dus... Ja, er komt wel een soort van basis in vaak. Uh, alleen ja, het is ook vaak afhankelijk. Aan het einde van het seizoen in het begin van het seizoen is ook vaak weer veel veranderd. Ook met spelers bij clubs of blessures of wat dan ook. Dus ja, dat is nog wel eens, uh, wel eens lastig. Maar de meeste uh, jongens en de trainen, ja, op zich heb je wel een jaar om je daarop voor te bereiden. Um, alleen niet zoveel als normaal bij je club. Nee. En als je dan die selectie niet haalt, ja, was het, had je toen een blessure of was dat? Nee, dat jaar was het. En ook wel gewoon, ik had het wel een beetje verwacht. Het was, uh, nou ja, toen uh, waren op, op mijn positie ook echt wel uh, te speelde de van de Vaart nog. Uh, we hadden gewoon een hele goede groep. En ik had eigenlijk ook wel een beetje ingeschat. Nou, de kans dat ik bij die laatste drie nog afval is best wel groot. Dus dat, um, dat gebeurde uiteindelijk ook. En het jaar, of twee jaar later voor uh, Brazilië was eigenlijk de grootste kans dat ik mee had gaan. In die periode van 12 tot 14 heb ik ook mijn, eigenlijk al mijn in het lands, het meeste in het land gespeeld. Zad ik er meestal wel bij. Uh, alleen in 2014 was ook het jaar 13, 14, was ook het jaar dat ik dus die klaplon kreeg en meer geblesseerd raakte. Dus ja, net voor het, of, net voor het WK kwam ik uh, toen trainer. Louis van Gaal was toen trainer, kwam ik tegen bij de beekfinale, en toen was ik dus nog geblesseerd. Toen zei hij van ja, uh, ik neem je niet mee, want uh, ja, je bent nog niet fit. En de kans dat ik mee was gegaan, was. Iets groter, denk ik, dan in 2012. Maar het had nog steeds kunnen zijn dat ik op het laatst misschien was afgevallen. Maar ik had het gevoel dat dat jaar in ieder geval er bijna altijd bij de selectie zat. En mijn grootste kans was geweest om mee te gaan. Dus ja, daar baalde ik bijna meer van dan die twee jaar daarvoor. Ja, want je vertelt het allemaal heel. Nou, best wel stoïcijns en heel rationeel. Maar hoe, hoe ga jij met zo'n teleurstelling om? Ben je dan heel boos? Of. Uh... Of ben je ook heel realistisch, zoals ja, je verteld? Ja, ik denk dat ik best wel realistisch ben. Ik, ik heb dan ook echt wel het, het gevoel van nou, dat ik best wel goed kan inschatten hoe ik ervoor sta. Dus 2012 kon ik echt wel inschatten, nou de kans dat ik afval en dat was dan ja, wat de voorbereiding is. Dan kom je terug in Nederland uh, voordat je dan uiteindelijk naar het, het eindtoernooi gaat en dan wordt eigenlijk die ja, roept de trainer uh, drie jongens bij zich om, om ja, dat die afvallen. En nou, ik had eigenlijk wel al het gevoel van nou, de kans dat, dat dat ik een van die jongens ben is best wel groot. Um, en die twee jaar later had ik, had ik veel meer het gevoel. Oké, okay, ik ben nu gebaseerd De kans dat als ik fit was geweest, erbij was geweest, was groter dan het jaar, of twee jaar daarvoor. Maar nu dat ik gebaseerd ben, is, is de kans heel groot dat de trainer voor iemand anders kiest, die, uh, die wel gewoon al gelijk fit is. En ja dan heb je af en toe een speler die niet helemaal fit meegaat. Maar ja, zo'n speler was ik op dat moment ook niet. Dus ik had niet het idee dat ik dan wel mee zou gaan. Dus ik kijk er dan ook best wel realistisch naar, ook op zo'n moment. En je kijkt dan nog wel ook met plezier naar een EK of een WK? Nou, nee, zeker. Ik, uh, ja, ik, ik kan daar best wel um, gewoon heel... Uh, uh, ja, neutraal. omdat je het ook een deel gewoon verwacht op dat moment... en, en er inderdaad realistisch naar kijkt. Ja, tuurlijk heb je... Uh, het is meer als je er later terugkijkt en, en over nadenkt. Kijk, je weet op dat moment natuurlijk ook niet dat het je laatste kans is. Ja, twee jaar later had ik gehoopt dat... Nou, twee jaar later misschien of vier jaar later op dat moment nog... Ik was nog redelijk jong... Nou ja, en als je dan terugkijkt, was dat mijn grootste kans. Want die twee, vier jaar later was ik niet meer op het niveau wat ik toen was. Dus dat, um, ja, dan is het terugkijkend vaak moeilijker dan op dat moment. En hoe zit je er nu bij? Want inmiddels is je profcarrière geëindigd. Je doet allerlei dingen. Je bent ondernemer geworden. Je hebt een podcast. Je bent analist. Ja, hoe, wat neem je mee vanuit die sportcarrière in je carrière nu? Ja, nou ja, van mijn sportcarrière neem ik heel veel mee. Um, wat ik allemaal heb ervaren, ook over de hele wereld. Ik ben ja, in Australië en Amerika geweest met voetbal en Engeland. Dus ja, dat neem ik sowieso al mee. Alle verschillende plekken, culturen, voetbalstijlen, mensen die je hebt ontmoet, dat neem je allemaal mee. En aan het einde van mijn carrière, toen ik ja, wat vaker gepasseerd was en misschien minder zoveel speelde als ik wilde. Ben ik me ook iets meer gaan verdiepen in, in zaken om het voetbal? Inderdaad, een klein beetje begonnen met ondernemen. Uh, mezelf meer inlezen. Uh, gaan kijken naar andere uh, voorbeelden als atleten die, die buiten de sport om dingen doen. Dus ja, ben aan het einde van mijn carrière ook wel een beetje gaan ontwikkelen. met het idee van nou, na mijn carrière. Ja, wil ik wel een deel al weten wat ik wil gaan doen. Dus ik was wel uh, best wel daarmee mee bezig. Ja. Tijdens je carrière? Ja, aan het einde van mijn carrière wel. En dat, dat kwam dus ook vooral. Kijk, ik kan nu ook bij Luc bijvoorbeeld uh, zien hoe het is als je nog in die, ja, ik zei wel eens in die volle focus of op die trein zit nog, dat je nog volle bak aan het presteren bent, ja, dan is, de, is die behoefte ook minder. En ik voelde op een gegeven moment die behoefte door ja, af en toe blessures of, of momenten dat je gewoon even afleiding zocht, voelde ik de behoefte om mezelf ja, op een andere manier te ontwikkelen en, en kijken naar andere interesses. En ja, dat kwam dus vooral een deel doordat die... Ja, hyperfocus, wat ook een klein beetje verdwenen was. En wat zou je nu als ondernemer willen doen, het liefste? Wat, waar word je blij van? Um, nou ja, kijk, ik, ik ben nu vooral wel bezig met, uh, een van onze bedrijven is vooral aan het kijken hoe je uh, sport uh, commercieel en maatschappelijk goed kan inzetten. Dus dat is wel een, een soort um, ja, rode draad, zou ik zeggen, nu in mijn leven, van als je het hebt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat ik dat wil combineren met de sport en het netwerk wat ik daaruit heb. Dus daar uh, ben ik een deel mee bezig. Maar dat is ook vooral door de juiste mensen daaromheen te verzamelen. Uh, zelf ben ik me misschien nu ook wel iets meer aan het ontwikkelen binnen het voetbal. Uh, ik loop uh, bij Ajax mee als een, in dat traineeship programma met nog uh, drie anderen. Um, en, en is dat vooral om coach te worden of veel meer aan de managementkant te zitten? Meer aan de managementkant. Um, hoewel... Heeft dat ook je voorkeur? Zou je dat willen? Ja, ik, ik heb vanuit het ondernemende en alles wat ik gedaan heb, vooral meer um, plezier en, en ben wel veel bezig met het strategische daarin. En dat is nu ook wel een beetje wat ik leuk vind in het, um, in het meekijken binnen de club. Uh, en ook wel wat ik hoop inderdaad in de toekomst um, ja, misschien meer mee te kunnen doen. Dus ik zit meer in het, in het management. Maar ja, aan de andere kant heb ik ook zoiets, dit is ook wel uh, best wel interessant en goed, mocht ik ooit weer meer richting het veld willen en daar de ja, coaching en management kant op gaan. Dus het is nu ook een deel uh, uh, ontwikkeling, maar ook wel om te kijken uh, inderdaad um, ja, waar ik uiteindelijk uh, zelf van toegevoegde waarde zou kunnen zijn en wat me leuk lijkt. Ja, want dat is wat Ajax organiseert hè, voor een aantal oud voetballers die daar ja. interesse in hebben. Ja, ja, dus vanuit Ajax is de traineeship opgezet en daarbij krijgen wij de kans om ons, on uh, om ons te ontwikkelen en kan Ajax ook een deel dus kijken van hoe ze oud spelers en speelsters kunnen inzetten binnen de organisatie. Ja, en dat, uh, dat start een deel gezamenlijk en dat zal uiteindelijk wat meer naar een individuele uh, ja, doelstelling of individuele uh, route gaan. En ja, daar ben ik een deel dus al mee begonnen zelf aan het einde van mijn carrière. En dat is nu eigenlijk een beetje wat ik voortzet met, met het traineeship. En ik doe daarnaast heb ik bij de UEFA nog iets een cursus gedaan en doe nog iets. Dus ja, het is nu eigenlijk uh, zaken om mijn volgende carrière, een uh, soort van uh, ja, specifieke richting en start te geven. Ja, dus veel investeren in de ontwikkeling van jezelf. En natuurlijk, analyse op televisie, voor Viaplay, voor de NOS. Je zit nu midden in het EK. Nou, wij natuurlijk ook. Ik denk dat elk bedrijf wel een EK-pool heeft. Ik doe zelf ook mee. Ik sta best goed trouwens. Maar heb jij nog... Want je doet veel buitenlands voetbal, zeg je ook altijd. Ik vind uh, met name het Engels voetbal uh, interessant. Heb je nog wat... Ja, welke teams vallen je op? Welke spelers vallen je op? Met name van de buitenlandse teams. Op, uh, op de EK bedoel je nu op dit moment? Ja. Nou ja, ja de, de, de clubs die opvallen zijn toch uh, wel de, de, de favorieten... die het dan ook wel waarmaken tot nu toe dan dus als een Duitsland en, en Spanje uh, begon goed het is ook wel moeilijk om in te schatten hoe goed dan de, de tegenstanders op dat moment zijn en ik ben wel vooral benieuwd naar um, Nederland uh, Frankrijk dat niet uh, dat is op dit moment nog niet gespeeld dus uh, <laughs> die uh, die ben ik benieuwd naar um, wat denk je ja nou ik ja, Ik vind het moeilijk om in te schatten. Ik ben sowieso dus maar ik sta onderaan in mijn EK-pool en van de voorspellingen. Oh, dus je, ben ja, ik jouw tips wel nee. met een korreltje. Ja, ja. ja, ja. Ik ben niet van de voorspellingen van uitslagen dat, dat, en resultaten. Ik vind het ook uh, ja, een beetje uh, onzin. Wat er kan zoveel gebeuren in een wedstrijd. Ik heb een aantal wedstrijden nu. Ik moest één wedstrijd Roemenië, Oekraïne analyseren. Nou, Van tevoren was het allemaal uh, Oekraïne zal wel winnen de lijst van namen en Roemenië wint 3-0. En de eerste 20 minuten had ik het idee. Nou, de Oekraïne gaat deze wedstrijd makkelijk winnen. Na 20 minuten scoort Roemenië en wordt het 3-0. Dus ja, ik. De bal is er Ja, inderdaad. <laughs> dus, dus zo zit ik er ook echt wel in. En in de wedstrijd, door een wedstrijd te kijken, kan je vaak wel een gevoel hebben. Maar die kan dus ook gewoon kan zo omslaan. En dat vind ik ook wel mooi en ook wat bijzonder nu soms tijdens DK, EK, dat je echt, uh, ja, echt verschillende gezichten hebt in die wedstrijden. En ja, dat maakt het ook wel, uh, ook wel leuk om het te analyseren. Is er een speler die je opvalt, waarvan je zegt, jeetje, die, uh, die is echt gaaf om, uh, om naar te kijken? Ja, uh, Musiala van Duitsland vind ik, vond ik voor de tijd al echt een, een van de allerbeste spelers, misschien wel op dit moment. En ja, laat nu ook wel dat weer een deel zien, maar dat, ja, dat soort spelers kan ik wel echt van genieten. En dan gaan we toch ook even over Nederland hebben, want jij kent best wel veel spelers die nu nog meedoen. Heb je contact met ze? Uh, ja, ik heb, nou, ik heb met Deli de podcast, dus ik heb met Deli al uh, wel redelijk contact. Alleen die, die heeft uh, ja, toe nog niet gespeeld. Um, dus. Um, maar... Is ik, dat zwaar voor hem? Of, uh, merk ja, hij iets kijk, van? ik ben ook niet inderdaad... Ik heb meer contact met hem bijna over, uh, over functionele dingen... dan dat ik nou met hem ga praten over hoe het gaat op het EK... of uh, hoe die, hij hoe die zich voelt. Uh, dat komt uh, daarna wel of, uh, of af en toe wel. Nu, nu um, ja, ik, meestal ook om wedstrijden of met Luc ook. Ja, je laat ze vaak gewoon met rust. En dan heb je het na een wedstrijd of over, over bepaalde dingen... wel eens specifiek stuur wel eens wat over. Maar meestal als we contact hebben, gaat het meer over... Uh, over andere dingen vaak, ook met Luc, maar ook met Deli bijvoorbeeld, dan dat het specifiek over voetbal gaat. Hey, en wat verwacht je van Nederland? Denk je dat, denk je dat we kans maken? Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat, dat we echt wel een team hebben. Uh, ja, als je kijkt ook naar, naar de spelers, en een aantal jongens uh, ja, in Engeland ook bijvoorbeeld, nou, ik volg wat je zei, Engels voetbal, die het daar ook gewoon heel goed doen. Um, ja, ik geloof wel dat we dat we kans kunnen maken. Alleen ja, dat zal dus heel erg afhankelijk zijn van hoe we in het toernooi groeien, hoe, hoe straks het vertrouwen is, um, nou, wedstrijd tegen Frankrijk. Maar ja, ik geloof echt wel dat we dat we kans kunnen hebben. Maar of we het helemaal tot aan het einde gaan, gaan redden, ja, dat. Uh, hebben we nog maar weinig keren gedaan, dus uh... en veel factoren zoals je al een paar keer hebt aangegeven heel ja heel erg van invloed ja, op maar, wat er in de ja, toen gebeurt. Ja, daarom dus en maar ook als je kijkt naar Kroatië bijvoorbeeld was ook van tevoren wel, nou had je wel meer van verwacht. Dus, dus het kan ja, ook... daardoor sta ik nu slecht in mijn Kamer ja, Ik ook, <laughs> ik ook. Uh, daar had ik heel hoog op ingezet. <laughs> ja. Maar nee, dus uh, dus ja, dat 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 zegt niet uh, niet alles en en ook uh, Portugal is bijvoorbeeld een team wat we zouden kunnen treffen mochten we tweede worden volgens mij en dan zij worden dus. Ja, die, die spelen speelden best wel goed, maar kwamen ook niet echt erdoorheen. doorheen. Dus ja, het, het is echt wel. Uh, ja, ik geloof echt wel dat we dat we kans kunnen maken. Als, zeker als dat vertrouwen, uh, nou, zo'n zo moment met, met, uh, met Wout, dat geeft toch iets extra's. En dat kan toch weer zorgen dat je ja, meer geloof gaat krijgen. Dus dat soort uh, momenten en wedstrijden, ja, als je Frankrijk wint, geeft dat ook een, een hele grote boost in één keer. Want ja wordt toch gezien als een, uh, als een favoriet. Dus ja, dan, dan kan het ineens. Uh, ja, kan dat ook weer nog meer gaan leven? Hé, hey, nou zit je veel bij de NOS, maar bij de Nederland-wedstrijden zit je vooral thuis. Hoe kijk jij voetbal? Ja, thuis op de bank. Oranje shirt aan? Nee, nee. Ik uh, zat laatst met vrienden en toen kwamen ze binnen um, in, dat, in, in het oranje. En toen dacht ik, oh ja, uh, ja nee, ik had daar helemaal niet bij stilstaan om mijn eigen oranje shirt aan te doen. En moet iedereen dan stil zijn? En zit jij helemaal gefocust te kijken? Of, uh? Nee, ja, ik, ik zit wel een beetje analyserend te kijken. En, um, en, maar nee, ik, uh, ja, ik, ik zit lekker gewoon met uh, vrienden en, uh, ik heb nu pas één wedstrijd en dat was gewoon een beetje gezellig. Ik moet zeggen, ik denk dat niet alle wedstrijden zo doen, dus ik, zal, ik zal ook best wel eens gewoon alleen op de bank zitten als het, uh, als het uitkomt. Het is dus niet dat ik het echt van tevoren plan waar en hoe ik ga kijken, dat is meestal uh, ja, eigenlijk net tevoren van oké, okay, wat, uh, wat doen we of uh, ja, dus dat, dat, uh, dat zie ik wel en uh, ik vind het ook best lekker om gewoon rustig zelf te kijken naar de wedstrijd. Hey, ontzettend bedankt dat je hier al uh, jou, jouw, jouw ervaringen... met wat je ook allemaal doet, wil delen. We hebben ook een vraag gesteld. En uh, dat was de vraag... wat is het meest gênante wat je ooit op het veld hebt meegemaakt? Wat ik, het meest gênante wat ik ooit... Nou, er de, de, is ooit zo'n uh, filmpje geweest... dat ik... Um, dat was, was een wedstrijd. Was, was op een gegeven moment een opstootje aan de zijkant. En, en ik dacht... en ik wilde er eigenlijk naartoe lopen van... Nou, meer om te zeggen van... Uh, laat het of... Uh, maar het, maar het had een beetje gevroren. en de rand van het veld was, um, was, was bevroren. Dus op het moment dat ik mijn voet op die, die rand van het veld zette, gleed ik zo uit. Altijd lekker. Ja. Dus ja, dat filmpje was ook wel, vrienden stuurden dat ook wel eens door. En dan uh, hoor je zo'n uh, zo, zo schot op het moment dat ik zo val. Dus dat, dat, dat is wel, uh, ja, als ik die zie, denk ik wel van, oh ja, dan wil je daar nog. Mee bemoeien en dan dus dat was wel zo'n filmpje die ik wel eens voor de gein doorgestuurd krijg. Ja, dan, ja, ja. Dus en dan zo, denk je oh, dan had denk ik, was, ik, oh, ja, ja. was ik maar gewoon weer Was ik maar gewoon rustig ja. naartoe gewandeld, ja, en nee, niet zo. Nee, inderdaad. dus dat is zo'n meer qua genant moment, zo'n zo zo YouTube filmpje of zo, wat je dan wel eens terug ziet. Ja. Ja. Je hebt ook twee dochters gaan die voetballen. Ja, nou, ze zijn eigenlijk een beetje aan het ontdekken, ze doen allemaal sporten, maar ze willen ook wel een beetje voetballen. Ja, dus uh, ja, ze zijn nu in die fase dat ze een beetje verschillende sporten gaan doen. Kopen, uh, ik, uh, ik hoop dat ze vooral doen wat ze leuk vinden. Maar uh, we gaan het zien. Ze zijn er wel een beetje mee begonnen. Ja. Ja, mooi. We hebben deze, we hadden een, uh, voor onze Olympiërs, een rugzak om, dat, om iets mee te nemen naar Parijs. Nou, we willen graag dat jij vooral de sport doorgeeft. Met name ook aan je dochters. Daarom deze bal. Um, Hartelijke bedankt. En als je iets moet doorgeven aan jouw dochters, wat zou het zijn? Nou ja, het plezier voor sporten. Um, dus ja, ik, wat ik zeg, ik heb het altijd ervaren als, als echt iets heel leuks. Zelfs als ik om negen uur thuis kwam in die periode. En uh, zelfs nu nog. Ja, ik doe nu meer andere sporten ook eigenlijk dan voetbal. Maar uh, ja, gewoon het, 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 het willen sporten, het, het sporten leuk vinden. Ik hoop dat ze dat heel erg, uh, heel erg hebben. En Beter daardoor... worden, best dat je zelf aan. Nou ja, dat gedeelte hoeft dan nog niet eens. Gewoon meer het, het, het leuk vinden om te sporten en in beweging te zijn. En op welk niveau dat ook is, ja dat... Dat, dat, dat maakt mij niet uit. Ik hoop gewoon dat ze ja, gewoon een actief leven willen leiden. Ja. Siem, dankjewel. Heel veel plezier nog met het EK en met alle analyses. En ja. uh, wie weet tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel.